Pastoor, ik weet dat je altijd heel realistisch bent. Zat het er gewoon vandaag niet in om kampioen te worden en hier te winnen? Nou, als ik kijk hoe we met name in de eerste helft speelden, dan zat het er enorm in. Meer heeft het er zowat nog niet in gezeten. Dus je zag wat een overwicht we hadden. En het aantal mogelijkheden en kansen en corners en vrije trappen, dat is, was bijna niet meer te tellen. Ik vond ons spel over het algemeen ook gewoon uitstekend. Maar we hebben er wel veel tekort ingeschoten. En we hebben wat kansen weggegeven, met name bij de eerste goal. En in de loop van de tweede helft ook. En die gebeurde allemaal op basis van bal wegknallen, doorkoppen en hollen met die geit. En daar hadden we wel heel veel moeite mee. Daar zijn we niet goed mee omgegaan. Ik hoop dat het voldoende antwoord op je vraag is. Ja, want de eerste vier minuten spelen jullie de bal rond. Zijn ze helemaal nog niet in de buurt van het doel geweest. Pakken de bal, ze schieten hem één keer naar voren en dan ligt binnen. Ja, dat is perfect samengevat. Dat gold voor de hele eerste 45 minuten. Ze zijn twee keer over de middenlijn geweest. En die tweede keer schoot hij hem op de kruising. Dus ja, die jongen had een goede dag. En dat is natuurlijk iets wat je wel vaker tegenkomt in de laatste weken. Dat ploegen of individuele spelers zich kunnen en willen onderscheiden op het moment dat ze tegen jou komen te spelen. Ja, daar moet je op voorbereid zijn. En de snelheid van deze jongen was bekend. De meeste keren ging het goed, maar de keer dat het niet goed ging, stond hij ook alleen voor Roy. Neem je je verdediging wat kwalijk en Van Drongelen en Breuer, vaak spelen ze wel goed samen. Nou, Breuer vond ik vandaag wel goed, Van Drongelen was vandaag wat minder. Viel geloof ik ook nog uit met kramp. Ja, nou, die kramp kreeg neem ik hem niet kwalijk. Maar ik neem sowieso mensen niks kwalijk. Ze doen hun best, dus ze werken hard. Ze komen afspraken na. Ja, maken soms net even een verkeerde keus of schatten dingen verkeerd in. Nou, dan kun je spelers niet kwalijk nemen. Ik prijs ze juist omdat ze eigenlijk gewoon hun wedstrijd hebben gespeeld zoals we dat altijd doen. En het is bijzonder spijtig dat we dat niet in klinkende munt hebben kunnen omzetten. Want de mogelijkheden daartoe die waren toch wel vele malen groter dan dat onze tegenstander had vandaag. Tweede helft was het wel qua kansen iets meer in evenwicht. Een minuut naar rust gelijk al een grote kans. Ze krijgen een penalty, makkelijk gegeven misschien, maar goed, die kan er ook nog in gaan. Ja. Ben je achteraf dan toch in ieder geval blij dat je hier met een punt weggaat? Want je moet er niet aan denken dat je had verloren en maandag niet eens kampioen had kunnen worden ook weer. Ja, als je het zo bekijkt wel natuurlijk. Maar dat zijn de dingen waar ik me nooit zo heel erg druk om maak. Ik bedoel, je kunt over allerhande beslissingen kun je wat gaan zeggen. Dat moesten we maar niet doen. Die vallen in de regel, zeker de laatste tijd, niet overdreven in ons voordeel uit. Maar het zit hem er vooral in dat wij in en om de 16 met even wat meer precisie en vooral wat meer rust, denk ik, moeten afwerken. En dan komen die goals als voor die tijd. En dat vond ik in deze wedstrijd. En dat was tegen Fortuna eigenlijk ook. Prima veldspel. Maar te weinig goals. Ja, is toch iets ongrijpbaars, hè? Want inderdaad, zo nu dan, vaak zijn jullie ook wel de betere. Maar goed, de laatste wedstrijden, drie keer achter elkaar gelijk. Daarvoor verloren bij Almere. Wedstrijden daarvoor nipt gewonnen. Waar komt dat dan toch vandaan? Is dat kampioenstress? Is dat toch dat mensen op hun tandvlees lopen? Ja, vertel het maar. Nou, kijk, het is natuurlijk heel aantrekkelijk, zeker als je in de buitenwereld ten opzichte van ons leeft, om die link proberen te leggen. Als ik kijk naar hoe de jongens zich overdag gedragen en deze wedstrijd doorkomen, ja, dan is daar helemaal geen enkele sprake van. En zo'n reeks kan ook een keer in het midden van het seizoen komen of aan het begin. Nou, dat hebben we niet of nauwelijks gehad. Dus waar wij ons op focussen, dat is de manier waarop wij voetballen. Waarop we verdedigen, aanvallen, schakelen, standaard situaties nemen. Nou, daar ben ik gewoon uitstekend tevreden over. Over drie dagen vol huis, Jong Ajax. Bij een overwinning zijn jullie kampioen. Wat ga je die drie dagen doen? Dan gewoon trainen. De jongens gaan herstellen en we gaan ons voorbereiden op die wedstrijd. Ja, eigenlijk het is een beetje saai, hè? Net als altijd. Je hebt niets hoeven afzeggen voor vanavond. Werd toch naartoe geleefd. Ja, 1400 man hier. Nou, als er in mijn gebruikelijk hotel niet geschoten wordt, dan ga ik daar slapen. Succes, want daar was je gisteren. Daar ga ik vanavond slapen. Hij is een wederdienende. Succes. Dank je.